Nou, prachtig fietspad zeg. Ja, prachtig. Een officieel momentje voor de gemeenten Bergen en Alkmaar vandaag. De heropening van het fietspad van Bergen naar Alkmaar na een forse opknapbeurt. Een van de meest in het oog springende dingen die gewijzigd is aan het fietspad is het feit dat hij eerst 2,80 meter breed was en nu 4 meter breed is. Daarnaast was het donker asfalt en nu is het heel licht gerecycled beton. Twee belangrijke dingen heeft het in zich. Het is een veel duurzamer uitvoering. Beton gaat ook langer mee. Het is ook gerecycled. En belangrijk is dat dit fietspad, en dat kunnen de mensen natuurlijk ook zien op de camera, dat dit wit is. Dat betekent dat op het moment dat je door de duisternis hier doorheen fietst en wel je fietslap aan hebt, dan ligt het op in de duisternis en dan zie je ook hoe het loopt. En dat is gewoon veilig om te fietsen. Ja. Wat is nou zo bijzonder aan dit fietsvat of hoe belangrijk is hij? Ja, hij is heel erg belangrijk voor de mensen die dat dagelijks gebruiken om van Alkmaar naar Bergen te gaan en andersom. Maar het is ook een prachtig mooi fietspad omdat het nu veel breder is geworden en veel prettiger is om overheen te gaan. Het klopt dat die 2,80 meter lange tijd het eigenlijk wel prima was. Alleen op een bepaald moment zie je dat er toch steeds meer gefietst wordt. Er wonen ook steeds meer mensen hier in deze regio. Je hebt meer mensen die recreëren, er komen meer toeristen. En we hebben ook verschillende vormen van fietsen tegenwoordig. Hè. Dus elektrische fietsen, fatbikes en die hebben ook een verschillende snelheid. En dan is het nog belangrijker dat je ruimte hebt om elkaar niet in de weg te zitten. De hekken aan het begin en eind van het fietspad zijn nu nog dicht. Maar als het aan de twee gemeenten ligt, komt daarin spoedig verandering. Ik heb net met mijn collega Christian Peetoom, de wethouder van Alkmaar, dit fietspad dus even van een proefrit voorzien. Om eens te kijken van, is het inderdaad een goed idee om volgende week donderdag hem ook open te stellen voor iedereen. En wij hebben vastgesteld dat het er echt heel erg puik bij ligt. En dus dat die hekken volgende week weggaan. En dat iedereen er weer overheen kan. En ze hebben echt lang moeten wachten, want vanaf eind februari was de boel afgesloten om dit hele mooie duurzame fietspad hier neer te leggen. Aanvankelijk de bedoeling om dat wat sneller te doen, klopt dat? Inderdaad, was de bedoeling om binnen een half jaar klaar te zijn met dit toch wel echt wel heel lange fietspad overigens. Hè. Dus het is best een uitdaging om dat goed neer te leggen. Nou, de leverantie van de betonblokken, dat was op een bepaald moment toch een probleem. Het heeft dus ongeveer een half jaar is het dicht geweest. Ja, heel veel mensen maakten er gebruik van. Die zaten eigenlijk te popelen dat het in juni open zou gaan. Ze zijn dus ook teleurgesteld dat het wat langer duurt. Nou, ik denk dat wachten ook echt wel beloond wordt, want het is denk ik misschien wel een van de mooiste fietspaden in deze regio. De beide gemeentes hebben het samen bekostigd. We hebben samen er aan meebetaald, maar we moeten ook echt de provincie bedanken, want die heeft enorm veel subsidie gegeven die het mogelijk maakt dat we zo'n regionaal fietspad samen hebben aangelegd. Dus daar zijn we echt enorm dankbaar voor. Ga hem zelf ook gebruiken? Kom je wel eens in Bergen vanuit Alkmaar? Ik kom heel vaak in Bergen omdat ik het een prachtig mooi dorp vind en omdat je een heel mooi strand hier hebt. Dus ik ga het zeker gebruiken. Ook om hard te lopen, maar ook zeker om te fietsen.